Dit is de VARA op Nederland 2. Vanavond in Achter het Nieuws, de Tweede Kamer debatteert over de levering van onderzeeboten aan Taiwan en de gevolgen voor onze betrekkingen met de Volksrepubliek China. Verder een exclusieve reportage over het grote guerrilla-offensief in de Midden-Amerikaanse staat El Salvador, een gebied dat voor de Verenigde Staten een tweede Vietnam kan worden. Dan de crisis in de Britse Labour Party, die het Engelse politieke systeem laat schudden op zijn grondvesten. Een analyse van een ingrijpend conflict. En tenslotte worden de geheime opwerkingscontracten rond de kerncentrales nu openbaar of niet. Minister van Ardennen ging ervoor op reis en CDA-kamerlid van Houwelingen geeft commentaar. Goedenavond. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer nog over de levering van die twee onderzeeërs aan Taiwan. U hoort daar alles over aan het eind van deze rubriek. Dan zat minister van Ardennen vandaag met nog een probleempje. Hij vloog naar Parijs om daar aan de Franse firma Cogema te vragen of hij dat strikt geheime contract over opwerking en afvalverwerking van de Nederlandse kerncentrales in Borselen en Dodewaard tenminste aan de Tweede Kamer mag laten lezen. Joop Daalmeijer vloog met hem mee. Voor alle duidelijkheid, hij heeft het straks over UP3. Dat is de naam van de Franse opwerkingsfabriek waar het afval naartoe gaat. Vanmorgen 19:30. Minister van Ardennen van Economische Zaken vertrekt naar Parijs voor een bespreking met de Franse minister van Industrie, André Giraud. Aan de orde komen Europese zaken, maar ook Cogema. Het beruchte opwerkingscontract van de PSM. Nou, dat staat officieel niet op de agenda, maar als ik meneer Giraud natuurlijk zie, dan wil ik wel kijken of ik dit bilaterale gesprek kan invoeren in wat ik doe als voorzitter van de Raad. En dat heb ik in Engeland ook gedaan. Vol goede moed ging minister van Ardennen vanmorgen op stap naar Parijs om te praten onder andere over de openbaarmaking van dat contract van de PSM met Cogema, dat Franse bedrijf waar uraniumstaven worden opgewerkt. Dat is een beetje een vreemde zaak, want het zou niet de Nederlandse regering moeten zijn in overleg met de Franse regering om over openbaarmaking te praten. Nee, het zou de PSM moeten zijn, want het is de PSM, de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij, die samen met nog 31 andere elektriciteitsbedrijven contract heeft afgesloten met dat bedrijf Cogema in Cap-la-Hague in Frankrijk. Daar zou dus eigenlijk in de Joint Committee, en dat is het samenwerkingsorgaan van al die bedrijven bij elkaar, in die Joint Committee zou eigenlijk gesproken moeten worden over openbaarmaking. Daarover praten wij na afloop met minister van Ardennen. Wat heeft u gevraagd aan de Franse minister? Ik heb daar nog eens gewezen op de wens van het Nederlandse parlement om kennis te nemen, vertrouwelijk kennis te nemen, van die delen van het contract die ten grondslag liggen, van waar goedkeuring bij verdrag van gevraagd wordt. Ik heb dat nog eens bepleit. Ik heb gevraagd dat toch nog eens te bezien. Dat heeft u ook toegezegd. Positief? Ik zou niet zo zeggen dat het een positieve toegezegd was. Het was ook geen negatieve. Als u nou gewoon tegen die Kamerleden had gezegd, vraag of de PSM dat even openbaar maakt, of dat die het inbrengen in de Joint Committee, dan was u overal vanaf en misschien was het dan sneller gegaan. Maar dat doet de PSM natuurlijk niet. Ja, want die zit ook weer vast aan zijn contract. Dat heb je zo met maar die kunnen het in gaan brengen, hè? In de Joint Committee, in de vergaderingen. Van de 32 bij de UP3A. Denk ik dat ook niet zo eenvoudig zal zijn. Je kunt het wel inbrengen, maar daarmee is dan toch de zaak niet geregeld. Maar wat moet er nou gebeuren? Stel, er komt nu weer niks uit, het wordt niet openbaar. Dan zitten we geheel voor het blok. Dan krijgen wij, denk ik, toch dat we de zaak toch eens tot een eind moeten procederen. Je kan het niet laten hangen. Dat houdt in? Dat zien we dan wel. Maar dat houdt in feite in dat die contracten niet kunnen worden afgesloten zolang die handtekening er niet onder staat. Nee, die handtekening, dus er moet een goedkeuring komen of er moet geen goedkeuring komen. Als er geen goedkeuring komt, worden de contracten niet afgesloten. Ik hoop uiteraard, ik verdedig dat er wel goedkeuring komt. Ja. Maar komen ze niet, die goedkeuring, dan betekent het dat er niet opgewerkt kan worden. Dat betekent in feite een sluiting. Daar zitten een aantal risico's in die heel groot zijn. Het staat goed onder druk, hè? En waar ik dan nog wel eens op wil wijzen.
Na afloop hebben we nog een kort contact gehad met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade. En die waren niet erg optimistisch over het openbaar maken. Ze zeiden dat het eigenlijk een verloren zaak was waarvoor Nederland streed. Tot zover Parijs. Goedenavond. Dat was collega Joop Daalmeijer in de voetsporen van minister van Ardennes' vruchteloze excursie. Dan gaan we nu naar de Tweede Kamer in Den Haag, want daar zit het CDA-Kamerlid Jan van Houwelingen, die ooit zei dat als de Kamer dat opwerkingscontract niet mag inzien, dat die Kamer zou moeten weigeren dat verdrag goed te keuren. En dat zou uiteindelijk betekenen sluiting van 2 Nederlandse kerncentrales. Nou, meneer van Houwelingen, uit wat we net gezien hebben, kun je toch zeggen dat het erin zit dat u die contracten niet te zien krijgt. Mijn vraag, wat gaat u doen, ongezien akkoord of toch pootstijf houden? Ik heb namens de fractie gezegd aan het slot van de behandeling van de wetsontwerpen die nodig zijn, de goedkeuring daarvan is nodig om inderdaad de zaak te kunnen effectueren, dat het absoluut nodig is dat het parlement als parlement pas een wetten voor zijn verantwoording kan nemen als men ook de informatie die daarbij behoort kan inzien. Wel nu, dat is een standpunt wat ik toen heel duidelijk namens de fractie verwoord heb in het parlement. En het zal duidelijk zijn dat het nog steeds ons standpunt is. Maar dat betekent dus dat wanneer u die contracten niet te zien krijgt, dat zou bijvoorbeeld betekenen dat daarmee het voortbestaan van de 2 kerncentrales op het spel komt. Die consequentie die wenst u ook te nemen? Of die consequentie echt aan de orde zou moeten zijn, dat betwijfel ik. Maar voor ons is het wel heel belangrijk dat in de eerste plaats dat we eens ophouden met die geheimzinnigheid rondom allerlei zaken die te maken hebben met kernenergie. Dat vinden wij een buitengemeen slechte zaak. Maar het tweede probleem is, van het parlement wordt gevraagd als wetgever om inderdaad ook via die wetten inderdaad goed de contracten goed te keuren. Want nu dan dient het parlement ook te weten waarom het gaat. Het lijkt me vrij logisch. En ik kan niet inzien dat het parlement zonder die informatie en zonder die kennis de wetsontwerper zal goedkeuren. Nee, maar dat begrijp ik. Dat heeft u net ook verteld. Dat is heel duidelijk. Waar het mij nu om gaat is, stel nou dat uw houding, want dat zou kunnen leiden tot een meerderheid in de Tweede Kamer die tegen de contracten is, zou leiden tot sluiting van 2 kerncentrales. Bent u dan op dat moment, als het zover komt in de Tweede Kamer, bereid om het standpunt te handhaven? Nou, ik vind dat op zichzelf een heel hypothetische zaak, want er zijn tal van andere mogelijkheden dan nog. Nou, minister van Ardennen heeft het zelf net ook nog in het filmpje aan de orde gesteld. Jawel, maar goed, dat zullen we dan wel bespreken in de Kamer. Wat ik wel heel duidelijk wil stellen, dat standpunt wat we hebben ingenomen, dat we niet wensen mee te werken aan goedkeuring van die wetsontwerpen, als die contracten niet op zijn minst aan het parlement ter beschikking zullen worden gesteld. Nou, dat standpunt hebben we toen ingenomen, dat zullen we ook blijven innemen. Oké, bedankt meneer Van Houwelingen vanuit Den Haag. Voor het volgende onderwerp, collega Brugsma. Bananenrepublieken, zo noemde je vroeger die staatjes in Midden-Amerika, waar staatsgrepen weliswaar aan de orde van de dag waren, zonder dat de macht ooit echt wisselde. Binnenlands bleef die altijd in handen van rijke families, vaak grootgrondbezitters, en het oppertoezicht over de streek werd uitgeoefend door de Verenigde Staten, die Midden-Amerika als hun achtertuin beschouwden. Sinds Castro op Cuba niet een machtsgreep, maar een revolutie ten uitvoer bracht, werd Midden-Amerika nooit meer wat het was. Onrust in Panama, een revolutie in Nicaragua, waar het Sandinistische Bevrijdingsfront de dictatuur van Somoza brak, en nu weer een bevrijdingsfront, dat in El Salvador, een bevrijdingsfront dat slecht begonnen te zijn aan het slotoffensief tegen de junta van president Duarte. Hoewel Washington even heeft geaarzeld met steun aan die junta, omdat in El Salvador vorige maand 4 Amerikaanse nonnen door de rechtse militie werden vermoord, vindt de nieuwe president Reagan dat wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen. De economische hulp aan het linkse Nicaragua is gestopt. Er gaan Amerikaanse wapens en adviseurs naar El Salvador, maar ook naar het buurland Honduras en binnenkort ook naar het andere buurland Guatemala, waar inmiddels eveneens een guerrilla tegen het rechtse regime is losgebroken. Het bevrijdingsfront in El Salvador kan wel rekenen op sympathie van Nicaragua, Panama en Mexico, maar u ziet, dat zijn betrekkelijk verre vrienden. El Salvador is een klein land, het beslaat slechts een oppervlakte van 2/3 van Nederland, het telt maar 5 miljoen inwoners. En toch zeggen kenners dat het de brandhaard zou kunnen worden voor een tweede Vietnam, niet aan de andere kant van de wereld, maar gewoon in Amerika's achtertuin.
De Franse televisie maakte kort geleden deze reportage over de bloedige guerrilla in El Salvador. Het slotoffensief van het bevrijdingsfront tegen de junta, het leger en extreemrechtse moordcommando's is begonnen. In een dichtbevolkte krottenwijk in het noorden van de hoofdstad San Salvador hebben twee groepen guerrilla-strijders een bureau van de Nationale Garde aangevallen. De omgeving is afgezet. Door de straten patrouilleren militairen in panzervoertuigen met mitrailleurs. Iedereen die zich op straat durft te begeven, wordt zonder meer neergeschoten. Verplegers rennen moedig tussen de kogels door om slachtoffers in veiligheid te brengen. Een witte vlag moet hen beschermen. De doden blijven op straat achter. Pas als het leger het goed vindt, mogen ambulances van het Rode Kruis de slachtoffers bergen. De meeste guerrilla-strijders die vertrouwd zijn met straatgevechten, hebben kans gezien te vluchten. Andere jongeren die men tegenkomt worden tegen de muur gezet en gefouilleerd door gewapende leden van regeringsmilities. De gewapende confrontatie tussen de guerrilla's en het leger duurt in deze wijk 2 uur. Maar ook elders in het land is het offensief ingezet. Op die eerste dag, zondag 11 januari, vallen er meer dan 1000 doden in El Salvador. Op diezelfde dag, een paar honderd meter van de plaats waar hevig gevochten wordt, houdt aartsbisschop Ribera del Mas een preek. Para hacer frente a esta situación angustiosa que se prolonga desde hace varios tiempos, los obispos salvadoreños han manifestado muchas veces, lastimosamente hasta ahora sin éxito, la voluntad de ofrecer su obra de pacificación entre las partes en conflicto en el superior interés de la pacificación nacional. Naast het altaar ligt de graftombe van aartsbisschop Romero, die op 24 maart vorig jaar werd vermoord terwijl hij de mis opdroeg. De avond voor Romero vermoord werd, had hij de soldaten opgeroepen de wapens neer te leggen. Zijn opvolger Del Mas was de enige bisschop in El Salvador die bereid was de taak van Romero over te nemen. Hij erkent, net als Romero, het bevrijdingsfront. Daarom is ook hij al door moordcommando's van extreem rechts met de dood bedreigd. Als symbolisch gebaar draagt Del Mas de mis op in de kleding die Romero aanhad toen hij werd neergeschoten. Op het privéterrein van het aartsbisdom hebben ruim 2000 vluchtelingen bescherming gezocht tegen het moordende leger en de rechtse milities. Veel vrouwen en kinderen, boerenfamilies gevlucht uit hun dorpen, verjaagd door het leger. Aartsbisschop Del Mas bezoekt de vluchtelingen elke zondag na de mis. De gezinnen leven in erbarmelijke omstandigheden. Er zijn nauwelijks hygiënische voorzieningen. In een maand tijd zijn er al een tiental kinderen gestorven aan infectieziekten. Tot 3 keer toe hebben de militairen geprobeerd om onder de vluchtelingen arrestaties te verrichten. Maar door tussenkomst van de aartsbisschop is dat tot nu toe niet gelukt. Dagelijks worden in San Salvador hele wijken omsingeld door gewapende militairen op zoek naar linkse sympathisanten. Ieder huis wordt grondig doorzocht op wapens, maar ook op linkse lectuur, zodat de bewoner gearresteerd kan worden. De junta heeft 2000 gulden uitgeloofd voor het